Gender is echt een netwerk waar wij met z'n allen in zitten. Dus wij maken elkaar tot man en vrouw en dat hoeven we dus niet te doen. Ik sprak in 2020 op deze plaats over die beroemde roman van Herman Melville, Moby Dick or the Whale. Moby Dick is de naam van een reusachtige witte walvis. Die wordt bejaagd door een kapitein Ahab en zijn bemanning. Ahab blijkt te zijn bezeten van de wens om deze walvis te doden. Er is eerder een poging geweest om hem te vangen, bij welke gelegenheid Ahab een been heeft verloren. Dat been is hem afgebeten omdat hij in de muil van Moby Dick was beland. En in plaats van nu blij te zijn dat hij nog leeft en dat hij dat krankzinnige verhaal kan navertellen als een held, zint Ahab op wraak. Hij is blijkbaar nog niet held genoeg. Dus wat volgt is een nieuwe jacht op de walvis, waarbij de hele bemanning geleidelijk aan geïnfecteerd wordt door Ahab's waanzin. Kansloze onderneming. De walvis slaat het hele schip aan flarden. De natuur slaat terug. Het lijkt een beetje op die orka's die nu overal boten aan het aanvallen zijn op de Middellandse Zee. Alleen de scheepsjongen overleeft de ramp en vertelt het verhaal na. Wat mij enorm intrigeerde was de regelrechte doodsdrift van de protagonist in dit verhaal. Dat ik ervoer niet zozeer als een universeel verhaal als wel een mannenverhaal. Waarom wil deze man zichzelf vernietigen? Niet luisteren naar de verstandige raad van een van die mannen om de jacht op te geven? Waarom sterft hij liever dan terug te keren op zijn schreden? En hoe zit het met de besmettelijkheid van deze waan die bijna alle mannen meesleept op één na, zodat ze allemaal ten onder gaan? En toen drongen zich steeds meer verhalen bij mij op die de mannelijke zelfoverschatting tot onderwerp hebben en het diepe ongeluk dat daarvan het gevolg is. Ik lees Houellebecq, Wolkers, Wessel te Gussinkloo, W.F. Hermans, Pascal Mercier, Heinrich von Kleist. Verhalen over mannen, door mannen geschreven, door schrijvers die weten, of tenminste willen weten, wat het eigenlijk is waaraan mannen lijden. Moby Dick werd voor mij de parabel van de man die geen verlies kan nemen. Waarom niet? Omdat mannelijkheid prachtig lijkt, maar in feite een giftig geschenk is. Kleine jongens wordt van kindsbeen af verteld dat ze beter zijn dan meisjes. Alleen maar omdat ze toevallig dat jongenslijfje hebben, zijn ze opgezadeld met de plicht om die mannelijkheid voortdurend te bewijzen, te gehoorzamen aan de vader en zich te voegen in de orde der mannen, op straffen van castratie die we eerder figuurlijk dan letterlijk kunnen opvatten. De boodschap naar meisjes dat zij dus minder zijn is ook fataal, maar de negatieve uitwerking op jongens van de belofte van superioriteit wordt zelden gezien. Verliezen, grenzen accepteren, wordt dan voor jongens en mannen heel moeilijk, zoals we in Moby Dick zien. Elke krenking wordt een halszaak, braak, winnen, liever dood dan het hoofd buigen en terugkeren. Die Moby Dick lezing uit 2020 is het eerste hoofdstuk geworden van een boek wat nu voor ons ligt, dat ik schreef op basis van talloze verhalen die ik vond over mannen die het kwijt zijn. En ik hoefde daar tot mijn verbazing helemaal niet naar te zoeken. Het volstond om befaamde romans van mannelijke auteurs, Dostojevski, Thomas Rozeboom, Hermans, Pascal Mercier, Houellebecq, Kafka, Marcellus Emans, Jan Wolkers, Te Gussinkloo, Tommy Wieringa, niet te benaderen als universele teksten, maar als mannenteksten. Niet handelend over de menselijke conditie, maar over de mannelijke conditie. Tot zover ter inleiding en dank voor jullie aandacht.
ga Aria van Dis en Roel van den Oever vragen om aan te schuiven. Roel van den Oever is universitair docent Engelse letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is auteur van Mama's Boy, Momism en Homophobia in Postwar American Culture en mederedacteur van Bodies That Still Matter, Resonances of the Work of Judith Butler. Welkom, fijn dat je er bent. En Adriaan van Dis, schrijver. En enkele van zijn boeken ga ik hier toch opnoemen. Indische Duinen, De Wandelaar en Tikop. In 2015 won hij de Libris Literatuurprijs met Ik Kom Terug. En hij kreeg de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre. Fijn dat jullie er zijn. Adriaan, mannelijkheid speelt een rol in jouw werk. Roel, jij bent erop gepromoveerd. Ja. Ik ga beginnen met een vrij simpele zin uit het boek van Maaike, die ik meer mooi vind om jullie als eerste voor te leggen. En die zin is: man zijn lijkt comfortabel, maar is vaak onveilig. Zijn jullie het daarmee eens? Nou ja, ik ben heel verwarrend opgevoed in een huis met veel vrouwen. En een vader die langzaam naar de waanzin gleed, die werkeloos was en thuis was, die bespot werd door mijn oudere zusjes, die van een andere vader waren. En ik had dus ik wist niet met wie ik. Ik lees bij Maaike voortdurend maar dat er mannelijke voorbeelden zijn waar jongetjes zich aan willen spiegelen. Maar ik wou niet zo'n man zijn, want dat waren militairen en die hadden littekens. Die kwamen beschadigd geestelijk en lichamelijk uit de oorlog. Dus ik wilde heel graag een meisje zijn. En het had niks met seksualiteit te maken, maar meer met een soort veilige toekomst. Mm-hmm. Want meisjes hoefden toen niet in de oorlog. Ja, je had de Marva, geloof ik, of zoiets. Dat waren vrouwen die kopjes koffie bezorgden in de oorlog. Maar je hoefde niet te schieten. Dus ik zocht uit lafheid en angst, ik noem het maar even zo, als jongen. Want ik was geen held. Maar ik voelde me heel... En ik was ook nog eens verliefd op mijn vader. Want hij was mooi en hij rook lekker. En ik leed ook aan een omgekeerd Oedipuscomplex. Dus het is heel verwarrend allemaal. Want als je zusjes je vader niet serieus nemen, met wie moet je dan worden? Niet je moeder. Nou ja, kortom, het was een hele verwarrende achtergrond. En in die zin geloof ik in fluïde seksualiteit. En ik dacht, laat ik eens nou voordat ik hier ben beginnen met de Bijbel. Die heb ik er even op nageslagen, Genesis 1... gedeeld door 27, zei ik vroeger altijd, maar het heet vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Man en vrouw schiep hij. Nou ja, dat hij moet natuurlijk hen worden. Want het verzinsel God is fluïde. Toen las ik ook nog een fantastisch stuk in de New York Times over Mishnah, dat is het alleroudste Joodse tekst op het gebied van rechtspraak. En er staan hoge straffen, volgens de Mishnah, op het schade aanbrengen van een androgyn persoon. Want ook Yahweh is androgyne. Dat zegt de als wijze opgevoerde rabbijn Yossi in de 2e eeuw na de dood van die andere Joodse wijsgeer, ook wel Jezus van Nazareth genaamd. Kortom, in de oude boeken staat al dat God fluïde is. Dus ik geloof ook, je moet gehoorzaam zijn aan God, aan de fluïde mens, aan de fluïde seksualiteit. Heteroseksualiteit vind ik inburgerlijk, homoseksualiteit ook burgerlijk. Biseksualiteit is een benauwd hokje. Ik geloof alleen nog maar in seksualiteit. Je bent een echte rebelse Freudiaan. Ja, als het maar ademt en zelfs dat niet. Roel, man zijn onveilig. Ben je het is herkenbaar dat we niet... Ik wilde ook niet per se de held zijn. En ik denk als je naar onze cultuur kijkt, dan de helden die Maaike beschrijft, die komen vaak voor in teksten waar ook andere manbeelden naast functioneren. En die held die kan vaak bestaan omdat er andere mannen in die teksten rondlopen die... niet de held zijn, maar wel nog steeds man zijn. In mijn hoofd werkt het als een soort Amerikaanse middelbare school. En daar heb je de aanvoerder van het voetbalteam. En mm-hmm. brede schouders en die heeft veel vrienden. En zijn vriendin is de cheerleader. En die voldoet helemaal aan het mannelijke ideaal. Maar op diezelfde Amerikaanse high school loopt er ook... Ja, de goth kid rond en de theater kid en de closeted gay kid en de nerd. Dat zijn ook allemaal mannelijke mogelijkheden. Die in die tekst functioneren die vaak om te laten zien... dit is wat er gebeurt als je het niet goed doet, mannelijkheid. Mm-hmm. Dan kom je in die categorie terecht van
ook mannen, maar niet de juiste soort mannen. Maar eigenlijk vind ik die andere mannen veel aantrekkelijker als identificatiemodel, denk ik. En heb je dat altijd gevonden? Of waar, dacht, heb je, nou, en ik vraag aan jullie allebei, heb je ook wel heel lang gedacht van, ja, maar de samenleving vraagt van mij toch dat ik wel zo ben als die jock of als die held? Of is dat een worsteling geweest of eigenlijk helemaal nooit? Dat was nooit een optie voor mij. Ik werd op gymnastiek altijd het laatste uitgekozen. En dan zeiden ze de week daarna, ja, maar we hadden hem vorige week ook al. Ach, dus ja. Dat is mijn verhouding tot mannelijkheid. Ik trap ook de bal altijd in het verkeerde doel. Ja. Roel, dus ja? Jullie zijn gewoon, laat maar zeggen, happy losers. Happy losers. Zoals in de Big Lebowski. Ja, nee, maar dat ik, tegelijkertijd kan ik. Kijk, ik ben zogenaamd een fatsoenlijke man, omdat ik niet onfatsoenlijk durf te zijn. Dat is toch wel heel erg belangrijk. Dus die mannen die het wel durven, die wel zeggen, we gaan in mooie beentjes heen naar de film als er niks tussen komt, dat vond ik een heel leuk mopje doen. Ik heb nog nooit een vrouw versierd. Maar ik ben wel door vrouwen versierd. En ben vaak heel akelig in bedden wakker geworden waar ik niet wakker wou worden. Dat wil ik toch ook wel even zeggen. Mag ik een voorbeeld geven? Ja, heel graag. Dit is een paar jaar geleden, nog voor corona. Ik werk op de Vrije Universiteit. Ik stond in de lift in het hoofdgebouw. Mm-hmm. Ik was al een paar verdiepingen naar beneden gegaan. De deur gaan open, stappen twee jonge mannen in. Ik denk 19, 20 jaar. Dit begint een beetje als een mop, maar het is geen mop. Het zijn de Amerikanen. En de ene jongen zegt tegen de andere jongen, dude, do you want to grab dinner at my place? No homo. En ik denk wat daar gebeurt is, twee mannen die vastzitten in een soort mannelijkheidsideaal wat zo heftig is dat ze eigenlijk niet elkaar kunnen uitnodigen om te komen eten. Ja. En een soort bezweringsformule moeten uitspreken. Mm-hmm. Ik ga nu een heel klein beetje het mannelijkheidsideaal oprekken door iets te doen wat eigenlijk niet de bedoeling is, namelijk contact zoeken met iemand anders. Mm-hmm. Maar ik wil ervoor zorgen dat ik niet in een van die andere categorieën terechtkom op die Amerikaanse high school, namelijk de theater kid of de gay kid of de geek. Dus ik zeg er no homo achter. Eigenlijk is het ook al, ja, het klinkt half homofoob, maar het is ook wel schattig, een poging om ja, enigszins uit dat mannelijke beeld te komen, denk ik. Of ben ik niet optimistisch, Maaike? Ik vind het heel opmerkelijk. Ik praat vaak hè, met mannen over hoe sta je tegenover mannelijkheid, hoe ervaar je dat. En zoals jullie daarover spreken, dat hoor ik heel vaak. Van ik heb er een beetje lastige verhouding mee. Dat macho heeft me nooit zo erg aangesproken. Dat kan ik ook helemaal niet. Ik denk dat dat een soort realiteit is, maar dat neemt niet weg dat de norm anders is. Ja. En dat is natuurlijk heel boeiend. Zeker, ja. Dat er een heleboel mannen rondlopen die hebben weet van de norm. Alleen weten ze dat ze hem niet kunnen en willen belichamen. En dat is allemaal veel te moeilijk. Maar die norm zelf, die kan je niet afvallen. Ja. Ik heb een analyse gemaakt van een prachtige roman van Wessel te Gussinklo. Die heet De Hoogstapelaar. Die te Gussinklo is een heel bijzondere schrijver. In al zijn romans komt een jongen ten tonele. Eerst is hij 14, dan is hij 16, dan is hij 18, dan is hij 22. En die is bezeten van, ik moet een man worden. Maar hoe moet dat? En die is alles aan het proberen om op de juiste manier te lopen, om indruk te maken. Die heeft zijn kamer behangen met beelden van Churchill en van een machtige dirigent. En die probeert zijn vrienden te heropvoeden. En het wordt steeds wanhopiger, want je voelt van het gaat helemaal fout met die jongen. Zijn vader is dood. Zijn vader is totaal afwezig. Die is in de oorlog doodgegaan. En zijn moeder houdt ook helemaal niet de herinnering aan zijn vader voor hem levend. En in afwezigheid van die vader wordt die vader steeds hyperbolischer. Hè? Dus de afstand tussen realiteit en norm wordt steeds onoverbrugbaarder. En hij bezwijkt dus letterlijk aan een fantoom.
aan een soort spookbeeld. Hè? En wat mij dus heel erg boeit, is hoe halen we dat fantoom dan weg? Dus wanneer trekken we dat standbeeld nou eens om? Dat die illusie van dat die machtige vader die alles goed komt maken en die rechtvaardig is. En die, natuurlijk zijn er goede mannen, goede vaders. Soms moet iemand gezag hebben, vrouwen moeten ook gezag hebben. Maar die hele illusie, daar draait het patriarchaat om. Hè? En die persoon bestaat niet. Nee, niemand kan eraan voldoen. Niemand kan eraan voldoen, dus iedereen vertelt... ja, nee, dat is meer iets voor anderen. Ja, ik weet wel, ja, er was iemand bij ons op school. En het is dus een soort droom. Dat is toch intrigerend. Ja, ik ben er erg voor dat we het mannelijke en vrouwelijke afschaffen. En dat we die X in dat paspoort hebben. En dan zijn we misschien voor een deel van het gezeik af. Denk je dat dat helpt, Maaike? Ik denk dat dat heel lastig te realiseren is. O ja? Ja. Ik zag het al voor me. Oh, ja. Ja, wat ik wel intrigerend vind, Roel, wat jij nu ook net zegt over die... andere beelden die er zijn. Maaike, jij houdt ontzettend veel van die anti-helden aan, ook in jouw boek. Dus ze zijn er wel daadwerkelijk. Maar ze zijn er toch niet genoeg om dat normbeeld van een sterke man, een onempathische man. Een man die eigenlijk niet eens aan een andere man kan vragen van, goh, wil je bij me komen eten, wat echt heel verdrietig is, om dat om te gooien. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat dat omgooien, dat een proces is wat je in de cultuur ziet gebeuren. Hè? Dus in de films die ik zie en de boeken die ik zie, zie je hoe dat heel langzamerhand gebeurt. Ik heb bijvoorbeeld analyse van die televisieserie The Queen's Gambit gemaakt. Ik weet niet of jullie die hebben gezien. Heel briljant meisje wat heel erg goed kan schaken. Eerst zeggen de jongens van, wat kom je doen? Weg jij. En dan zijn ze langzamerhand onder de indruk van hoe goed ze kan schaken. En geleidelijk aan zie je ze, dan houden ze op met haar buiten te sluiten. Nee, ze gaan haar helpen. En ze gaan allemaal genieten van haar brieën. En omdat die jongens haar helpen en hun ervaringen met haar delen, worden ze een team. En er is geen romance. Dus ze begint geen verhouding met een van die jongens. Dus er is geen... Want zodra er romance komt, dan is het afgelopen. Hè? Dan schieten de mannen en vrouwen weer in die posities. En dat gebeurt niet. En je ziet dus... Het proces van als de mannen gewoon ophouden met de leiding te nemen en denken dat zij het moeten doen en de vrouwen vertrouwen krijgen, ik kan dit, dan krijg je gewoon echt een heel andere wereld waarin mensen helemaal geen mannen of vrouwen meer zijn, maar gewoon genieten van elkaar en wat ze te bieden hebben. En dat soort dingen zie ik eigenlijk het meeste gebeuren in televisieseries. Ik vond in Borgen vond ik ook prachtig hoe al die mannen veranderen. Dus ik weet niet of jullie herinneren Casper Juhl, de spindokter. Het is in het begin een totaal verkrotte machtswellusteling voor wie geen middel te laag is om te winnen. En dan zegt Borgen zegt tegen hem... Als ik zo premier wil worden, nou dan wil ik helemaal geen premier worden. Door mijn tegenstanders te gaan belasteren. En je ziet hem gaandeweg, verandert hij gewoon. En hij komt toe aan zijn eigen trauma, aan zijn dingen in zijn jeugd. Dus wat mannen geleerd wordt, is druk dat gevoel weg. Je leidt helemaal nergens aan. Je hoeft het helemaal niet over je jeugd te hebben. Maar hij komt daar aan toe en dan wordt het gewoon een heel andere man. Dus je ziet, het transformatieproces is heel dialogisch. Hè? Gender is echt een netwerk waar wij met z'n allen in zitten. Dus wij maken elkaar tot man en vrouw en dat hoeven we dus niet te doen. Dat is maar heel lastig. Maar dat gaat niet zomaar huppakee, het is een proces.
Dus... Misschien is een andere manier ook, want ik denk dat er in onze cultuur best veel alternatieve beelden van mannen bestaan, maar dat we die beelden vaak negatief hebben bezet en gebruiken als een strafmechanisme. Als je dat gaat doen, dan ben je geen echte man meer. Dus dan wil die sociale uitsluiting voorkomen. Dus je gaat weer terug in dat hok van die mannelijkheid. Maar wij zijn ook al denk ik een tijdje bezig met het herwaarderen van die afwijkende manbeelden. Dit is een heel gek voorbeeld. Maar is oké, graag. Ik heb een boek geschreven over mamaïsme. Dat was een idee in de jaren 40, 50, 60 van de vorige eeuw. Met name in de Verenigde Staten. Dat moeders die te verstikkend waren of juist afstandelijk, die zouden zonen opvoeden die een waaier aan problemen zouden hebben. Autisme, schizofrenie, homoseksualiteit, criminaliteit, stotteren, astma. Ja. Alles werd toegeschreven aan die moeders. Dat is heel duidelijk een strafbeeld. Hè? Dus vrouwen hou je in je vrouwenrol. Je mag niet te dominant zijn en niet te koud. Cool. Ja. Ja? En ook zonen hou je aan het juiste manbeeld. Wees een sterke vent. Daar komt in de jaren 60, zie je langzaam dat daar verandering in komt. Die beelden bestaan er nog steeds wel, maar opeens gaan we die vrouwen eigenlijk wel een beetje leuk vinden, dat ze zo stoer zijn. En die mannen heel af en toe worden ook wel gewaardeerd. Een heel gek voorbeeld is, in de New York Times staat dan een artikel, 1967, over graffiti op een wc-deur. En iemand heeft op de wc-deur geschreven, "My mother made me a homosexual." Dus het komt door mijn moeder dat ik in deze verschrikkelijke identiteit zit. Maar dan heeft iemand anders eronder geschreven, "If I give her the wool, will she make me one too?" Dus dan pak je dat beeld en dan zeg je, dat is toch prima dat mijn moeder me homoseksueel heeft gemaakt. Dat fantastisch. En dan, ik denk dat dat ook een mogelijke uitweg is. Dat we die mannenbeelden die eigenlijk bedoeld zijn als zorg dat je daar niet terechtkomt, als we die eens wat meer gaan waarderen. Ja. Dat denk ik zeker. We hebben eigenlijk nu best wel een mooi en positief gesprek over die mannen. Er zijn genoeg andere soorten beelden van mannelijkheid, ook al worden ze als schrikbeeld gebruikt. Maar Adriaan, jij hebt in jouw boek Zilver, wat onlangs is heruitgegeven. Er staat een stukje in en ik dacht, daar moeten we toch iets mee. Al in zijn oudste schrift wenst hij een sterke broer die alles uitlegt en een voorbeeld is. Eén met een zware stem, niet zo hoog als die van zilver. Eén die weet hoe je je naam zegt door de telefoon. Zoenen kan hij als de beste. Hij zag wel van die broers, bouwers buiten, die hun emmers in de singel wasten. Zo'n broer te hebben, die 's morgens naast hem voor de spiegel staat. Een broer die zich al scheert. Dat is natuurlijk een verlangen wat heel veel jonge mensen hebben. Maar wat nu opgevuld wordt door ongelooflijk nare mannen op TikTok en andere plekken. Ja. Die zeggen, ja hoor, ik kan die boer voor jou zijn. Maar dan moet je wel vrouwen als afschuwelijk behandelen. Laat ik het zo zeggen. Ja, als objecten. Ja, is dat een tegenreactie, denken jullie, op die... dat veranderende manbeeld? Of is het iets anders? Is het erger dan dat? Volgens mij is het te hakken in de klei. Omdat er zoveel verandert, is er een groep die verandering niet aan kan. Mm-hmm. En vasthouden aan overdreven mannelijkheid. Zoals er een heleboel witte mensen zijn die niet tegen statistieken kunnen. Omdat maar 10% van de wereldbevolking wit is. Vastklampen aan een witheid. Mensen die Zwarte Piet nodig hebben om te weten dat ze wit zijn. Maar het zijn allemaal achterhoedegevechten. Ik weet niet of jullie... het artikel van Lisa Doeland hebben gelezen in De Groene Amsterdammer. Zij zegt, eigenlijk, we leven al in de apocalyps. Het is al begonnen. Het is niet 5:12. Het is niet van, als we nu maar op tijd zus en zo. Ze zegt, het is nuttiger om te denken, de apocalyps is gestart. En ik denk dat het is niet voor niks dat Jordan Peterson een klimaatontkenner is, hè? En dat heeft ook weer iets met mannelijkheid te maken. Van, er zijn geen grenzen. En dan ga je dus om te ontkennen dat we inderdaad niet lang meer te leven hebben, misschien op deze aarde, ga je het meest rabiate kapitalisme, we moeten allemaal een hele grote sportwagen hebben, verbonden met mannelijkheid, ondernemerschap, rijkdom. Dus alles wat de wereld aan te gronden is gegaan, dat ga je nog een keer doen en dan 10 keer zo sterk. Dus het is één ontkenning van de realiteit waarin we leven, gecombineerd met mannelijkheid. Dat zit in één pakket. En dat is wat
wat de mannenfluisteraars te bieden hebben. En we weten eigenlijk, ja, of ja, jullie weten dat misschien beter, maar soms dringt het tot mij door hoe die nieuwe sociale media werken. Influencers worden allemaal betaald om voortdurend lijstjes te posten van wat populair is en wat je moet hebben. Dus die boodschap die wordt met een enorme kracht vermenigvuldigd. En daar kun je bijna niet tegen op. Dat is iets heel nieuws. De manier waarop die sociale media werken om dit soort dingen te vermenigvuldigen, te accelereren. Ik vind dat zeer beangstigend allemaal. Antwoord is denk ik iets anders. Ja? Ik vind de hypothese, het succes van het feminisme wakkert een soort seksistische reactie aan. Dan denk ik altijd, maar volgens mij hadden we al heel veel seksisme voordat er een feministische reactie op was. Dus misschien is dat toch te... Maar ik denk dat Abrams zijn theorie in het boek Tegen de Vrouwen van die wereldwijde emancipatiedrang van vrouwen is zo sterk. Al die demonstraties tegen verkrachting in India, Brazilië, dat is gewoon niet meer tegen te houden. En dat voelen mannen ook heel erg. Van, het is nou echt voorbij. Het kan nou niet meer. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Die reactie. Ja, jij dus niet. Waar we in zitten. Ja, ik geloof zeker dat daar een reactie op is. Maar ik vraag me af of dat de grondverklaring is van wat seksisme is en waarom het er is. Nee, het is niet... want het was er al, ja, natuurlijk. Ja. Ja, soms heb ik het idee dat we dat een klein beetje vergeten als we zo stellig zeggen. Het is niet alleen een reactie, het was er altijd ja. al. Ja. Maar seksisme is gewoon één methode om alle problemen op vrouwen af te wentelen. Dat is zo oud als de wereld. En het is volkomen irrationeel. Als je ziet hoe in Afghanistan het hele land naar de sodomieterij gaat, omdat die vrouwen, die mogen helemaal niet meer meedoen. Hoe totaal irrationeel en zelfdestructief het is. Daar gaat mijn boek over. Over die irrationele, blinde destructiviteit. Waar komt het vandaan? Dit moeten we echt begrijpen. Ik hoor uit het publiek angst. Ja. Dus laatste vraag. Zijn mannen heel generalistisch bang? Bang om niet te voldoen aan het mannelijke ideaal. Ja. Maar ik maak me wel over één ding zorgen. Dat ik lees de hele tijd, en dat probeer ik ook. We moeten voortdurend in gesprek blijven met mensen die er anders over denken. Mm-hmm. Hoe gaan we dat doen, Maaike? Ik heb ik ook veel over nagedacht. Want mensen vragen dan vaak, hoe vind je Jordan Peterson en Andrew Tate? En in het begin zei ik dan, ik ga het niet herhalen, wat ik dan zei. Nee, maar, je zei dat hij niet goed snik was, maar je gebruikte een mooi woord. Ja. Ik zou nu het veel meer zeggen van, het is een ontkenning van wat je zou kunnen weten wat er aan de hand is. Dus het zijn de klassieke afweermechanismen van Freud. Het is identificatie met de vijand, Verkehrung ins Gegenteil noemt hij dat. Dus iets is heel erg waar, maar je ontkent het en je gaat precies het tegendeel doen van wat je zou moeten doen. Dat is er aan de hand. En dan vraag waarom doe je dat? Snap jij niet hoe kapitalisme werkt? Als jij denkt dat jij drie Maseratis in je garage wil hebben, dan wil iedereen dat. Nou, dat kan helemaal niet. Wil jij 100 vrouwen hebben, dan zijn de vrouwen heel erg gauw op. Ik bedoel, niet elke man kan 100 vrouwen hebben. Reken het even uit. Denk even na. Ja, ik bedoel, je moet praten, dat denk ik ook, ja. Nou ja, het heeft te maken met de mondiale zuiden, het mondiale noorden. We moeten met elkaar allemaal aan tafels praten over het klimaat. We worden ook geconfronteerd met landen waar de LGBTQ-gemeenschap wordt weggezet als minderwaardig. En het is heel lastig om op diplomatiek niveau nog met die landen in overleg te gaan, maar ze terzijde te schuiven. Wij hebben door hoe de wereld in elkaar zit. Dat is heel lastig. En ik probeer die gesprekken wel eens te voeren, maar dat
vraagt veel tact. En ze zijn het dan altijd 3 minuten met je eens. Maar niet langer dan dat. Roel, een laatste... Je kunt mensen wel een beetje uitleggen wat er aan de hand is, maar de echo van je stem vervaagt. En uiteindelijk denkt iedereen weer gewoon aan het zijn ervan. Ik denk dat het boek van Maaike helpt. En ook alle PR-optredens van de afgelopen 2 weken. Een Taliban-vertaling. Ja. Mijn moeder belde mij vanochtend op en zei: ik heb Maaike gehoord op de radio afgelopen zaterdag. Ik denk dat je iets hebt gezegd over voetbalsupporters. En ze vond het fantastisch. Ze was het er helemaal mee eens. En ze heeft er ruzie over gehad met mijn vader. En ik dacht, heel goed, we zijn weer heel mooi, dank jullie wel. Mag ik nog even zeggen? Ja. Ik zei, ja, neem nou dat voetballen. Dat is echt een mannenprobleem. Voetbalgeweld, mannenprobleem. Wordt zelden als zodanig ook expliciet benoemd, terwijl iedereen het weet. De oplossing is gewoon geen mannen in dat stadion. Vrouwen. Vrouwen mogen naar het voetballen. Nou, nu worden alle mannen natuurlijk heel erg kwaad. Maar goed, kom maar op. Dank jullie wel voor dit eerste gesprek.